Welkom bij Barbecue Brommer. Mijn naam is Rinus Poot en ik ga jullie proberen een beetje inspiratie te bieden rondom de barbecue. Ja, dit was ook echt wel super gaaf. Ja, ik zit even terug te kijken naar wat ik vorige week heb meegemaakt. Ik had een heerlijk middagje namelijk bij Erik Manders, ofwel Brute Bosjesman. En ja, we hebben daar een paar kwartels asado-stijl gegaat. Trouwens, hij is Nederlands kampioen barbecue. Dus serieus, die vindt die kan barbecue, dat wil je niet weten. Kom maar even mee, gaan we gelijk even kijken. Maar yo! Deze diehard barbecue die al menig wedstrijdje heeft gewonnen, komt dus uit Brabant. Hij geeft onder andere super gave workshops en probeert allerlei technieken te combineren. Of het nou op gietijzer is of koken met open vuur, het maakt hem niks uit. En dit brengt ons ook meteen naar de overheerlijke combinatie die we vandaag gaan maken. En dat zijn dus asado-stijl gegaarde kwartels met een gesmoorde bosvruchtensaus die op smaak gebracht is met verse kruiden, rode wijn en schrobbelen. Deze typerende manier van barbecue is echt Argentijns en heet asado. En met deze kooi kun je dit op allerlei manieren doen en het is echt super makkelijk. Want je vlees verbrandt lang niet zo gauw als op een rooster. Hey Erik, nou even boven temperatuur die emmer omhoog getrokken, maar wat is nou je volgende stap? Rooster dan stil, 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 stil. Kom op Erik, en nou even serieus. Wat voor sausje wordt het? Een vruchtensausje voor bij de kwartel. Oh, dat klinkt lekker. En dit zijn dan de ingrediënten? Dus dit kun je even screenshotten, zodat je het makkelijk zelf kan maken. Draai ik ondertussen even de kwartels om. Het wildseizoen is natuurlijk begonnen, dus dan is er allerlei wild te verkrijgen. En meatmarket.online heeft een heel mooi assortiment hierin. En altijd die standaard stukken vlees word ik dus nog wel eens zat. Vandaar. Dan nemen we nu 150 gram zomervruchten uit de vriezer. En beginnen we nu in de Dutch oven met 100 gram rozijnen. Daarbij gaan meteen onze zomervruchten. En als ze iets bevroren zijn, maakt dat niet zoveel uit. Want die smoren we zometeen toch wel lekker zacht. Vervolgens neem je 2 takjes rozemarijn en 2 takjes tijm en die mogen er bij je in. Ja. En voor het zoetje nemen we vandaag 3 eetlepels mosterdsuiker. We gaan nu ook meteen wat vocht toevoegen en dat is dus de wijn, de Cabernet Sauvignon. En hiervoor gebruiken we 250 milliliter. Samen met... een half bouillonblokje. Afhankelijk van de grootte van je Dutch oven gooi je hier dus water bij. In ons geval is dat dus 500 milliliter. Zorg in ieder geval dat je vruchten goed onder water staan. En volgens mij heeft Erik dan als laatste... mijn geheime ingrediënt. Brabantse nachten zijn lang. Ines, niet alles! Oeh, dat is lekker in je bakkes. Nee, ik maak zeker niet alles op, want er gaat 100 milliliter bij onze saus in. En dan roeren we als laatste nog even alles door elkaar. En mag gelijk de deksel erop. Vinden jullie dit nou leuk en interessant? Blijf dan zeker even hangen. Erik en ik hebben nog hele leuke ideetjes om uit te werken. Dus graag even abonneren, dan rammelen wij ondertussen de saus lekker glad. En we willen vandaag geen brokken of stukken in onze bakkers, daarom trekken we hem gelijk even door de zeef heen. Trouwens, om deze saus een mooie volle smaak te geven, moeten we hem dus nog even inkoken. En hebben we even de tijd om naar de temperatuur van de kwartel te kijken. En die zijn perfect voorgegaard, want ze zitten op 60 graden. We gooien nu ook snel het vuur naar één kant en vetten de plaat in. We gaan namelijk de kwartel zo aanzetten op een hoge temperatuur op de grillring voor een lekker kostje. De kwartels hebben een mooie kleur gekregen, dus we gaan gelijk een mooi bordje opmaken en we beginnen met de saus. En hier mogen gelijk de kwartels in. Wist je trouwens dat wild over het algemeen een zwaardere smaak heeft? En dat komt omdat ze natuurlijk in het wild heel anders te eten krijgen. Dus een fris en fruitige combinatie is daarom perfect. En in dit geval is dat dus sinaasappel in combinatie met pistanootjes voor de nodige smaak. We kunnen natuurlijk goed snappen dat je thuis niet altijd zo'n bordje op gaat maken, maar voor de feestdagen is dat zeker heel erg leuk. En om er dus ook meteen een bosrijk gevoel aan te geven, doen we er een takje tijm bij op met die nootjes. En zo zie je maar dat je met allerlei technieken vrij simpel een heel mooi gerechtje neer kan zetten. Oh mijn god, buurman! Wat een lekkere brandmans!
Hey, vieze poot. Ga weg joh, vreedzak. Lekker hoor. Ja, dit is echt super leuk om mee te maken. Man, ik kan er echt van genieten op zulke middagen. Echt lekker samen koken, dat is wat barbecue voor mij betekent. Ik hoop trouwens dat jullie het ook leuk vinden. Vinden jullie dit soort video's leuk? Laat het even weten in de comments. Net als elke week zeggen we dan hashtag verrekte lekker. Even dus abonneren en tot volgende week jongens. Dan ga ik ondertussen wat lekkers bedenken voor jullie voor volgende week.